Je zou kunnen zeggen, als je het over voetbaltermen hebt, Wiel was een semi-prof entertainer. Hij was carnavalsartiest, maar hij trad eigenlijk het hele jaar door op als conferencier, als liedjeszanger, als presentator. Hij gaf eigenlijk het hele gevoel, gaf hij gewoon tekst. Hij wist hele zodanig voor ons in woorden te vangen dat we zeiden van ja, we zijn misschien dan wel niet de mooiste stad van het land, maar het is wel ons blok beton, zoals hij dat dan zei, en we houden van die stad. Je bent in een kind van Heerlijkheid, jong dekken dan ben je. Ben in een kind van Limburg zit, jong dekken dan ben je. Ben ergens in het boerderland. En de gezet van Nederland. Oh, nikkel dan mik, nikkel dan mik, nikkel dan mik. Jong, nikkel dan mik, nikkel dan mik, nikkel dan mik. Het initiatief voor het optreden in de Zoepkoel kwam van Tom Doesburg. En die heeft hem in eerste instantie benaderd, maar daar had hij eigenlijk helemaal geen zin in. En toen heeft hij wel mijn naam genoemd van ja, goed, misschien als Pelt meegaat, dat ik er misschien toch wel. En zodoende kwam Tom bij mij terecht en hebben we hem met z'n tweeën bewerkt eigenlijk en hebben we hem duidelijk weten te maken wat het eigenlijk betekent om in die Zoepkoel op te treden. En toen is hij toch uiteindelijk overstag gegaan. We zien er hey, met alle mensen van Erlijn en de ganse Zoepkoel, zien we er ontzettend gruwels op dat we hem heen hebben. Het is zeg maar de Frank Sinatra van Heerlen en hij is heen met zijn, ja, zijn opvolger. De kastelein uit Heerlen, Frits Pelt, en ik neem hem. Hij is 80 jaar, hij is nemens minder dan Der Wiel Kniepa. Samen met Frits Pelt. Het spannendste was dat van tevoren, een paar dagen van tevoren, dat de radioregisseur en de televisieregisseur een beetje achter mijn rug om de twijfels hadden uitgesproken over mijn programmatische keuze. Ja, Doesburg zet een of andere oude man op de bühne, dat wordt niks, dat zakt in, dat wordt een flop. Dus was erop of eronder. En het was echt erop. Ik merkte het inderdaad pas achteraf van wat we veroorzaakt hadden daar op de bühne. We hadden eigenlijk iemand min of meer onder het stof vandaan gehaald. Een beetje schoongeveegd en de bühne opgezet, om het zo maar even lom te zeggen. Maar dat is wat er gebeurde. Ik heb eigenlijk gewoon gezocht van wie leeft er eigenlijk nog van die generatie. Ja, en hij zat hopeloos verloren alleen op een of ander appartementje in Heerlen. En ja, hij kon dus blijkbaar inderdaad nog performen. En hij deed het nog. Hij was natuurlijk oud geworden, maar hij deed het nog zoals vroeger. En het weer dat het is, en doen hoe het is met de zeeks en toen hij eenmaal van die bühne afkwam, toen was hem pas duidelijk wat de impact was. En toen we later op zaterdagmiddag in Heerlen terugkwamen, toen was de sleuteloverdracht in het stadhuis aan de gang en toen werd hij daar nog binnengehaald als een held. En toen begreep hij eigenlijk pas dat hij daar goed aan had gedaan. En toen, ja, toen hij heeft er meer van nagenoten dan voorgenoten, kun je zeggen. Wiel, dankjewel. Hartstikke bedankt. Dankjewel. En de Frits, hè? Frits Pelt en Wiel Kniepa. Heerlen af. Wiel Kniepa alaaf, Frits Pelt alaaf. Maar ik denk dat dat inderdaad toen wel zijn laatste grote optreden was. Ja. Een paar maanden daarna was hij dood. Nu nog zorgen de Winkbullen ervoor in Heerlen dat er ieder jaar een stuntje Kniepa is, ieder jaar met carnaval. Dus ja, wat dat betreft voelt het eigenlijk wel goed dat we hem die aandacht hebben gegeven op het laatst. Nou ja, toen hij overleden was, toen was natuurlijk alom was de wens van er moet een gedenkteken komen. Er is vanuit van allerhande clubjes en fora zijn er toen ideeën en plannen gekomen. En ja, dat ging toen niet door omdat er dus bleek dat er een oorlogsverleden was wat dat in de weg stond. En daarna heeft eigenlijk Joep van Wijk, een gemeenteambtenaar, die zei van ja, maar dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Heeft eigenlijk omdat hij de gemeentelijke gangen zo goed kende, heeft hij het voor elkaar weten te krijgen dat de kapotte lamp toch er is gekomen.
Gank met de ombezin, gank met de ombezin. Dan zet de vier ons toch gemütlig op een bank. Kort aan het hertenkamp, bij die kapotte lamp. En dat is hem dan. Die zingt beter, die lamp. Wenn es hoffentlich die Schule war, dann fehlen wir noch hin. Verkrogen dann in Botteram, in Dubbelen mit Zehn. Dann wurden Mamos wärmens quitt, wer wusste, wohin es ging. So hört mal wie die ganze Klür, hetzelfde Liedje song. Gang mit der Ombezin, gang mit der Ombezin. Dan zetten vier ons toch gemütlich op een bank. Gott aan het hertenkamp, bij die kapotte lamp. Daar is een plaats, die wordt op al goed bekend.